Dag. Duits-Nederlandse grens bij Simpelveld, oftewel Bocholtz. Vroeger liep de spoorlijn van Maastricht via Valkenburg Simpelveld naar Aken. 31 mei 1992 werd Maastricht via Valkenburg Simpelveld naar Aken in Duitsland beëindigd. En toen werd de lijn Heerlen-Herzogenrath Aken geopend in 1992.
Station Bocholtz. Station Bocholtz. Ja, dat doet toch. Je doet 15.000 euro.
gaat dus wel de baan van de afgelopen. Het eerst volgende station is station Simpelveld ZLSM Zuid-Limburgse stoomtreinmaatschappij Depot. Station Simpelveld, eindpunt van deze railbus van de ZLSM. Eindpunt van de Duitse railbus van de ZLSM.
Station Simpelveld. U kunt hier nog overstappen op de andere ZLSM-trein naar IJswittem, Wielregulpen en Schunnepgul. Station Simpelveld, eindpunt van deze Duitse railbus.